als de lichten op groen staan, dan wil men stevig doorrijden. Maar dat zag je dus net al. Zelfs de vrachtwagens rijden stevig door. Er zijn helaas te veel dodelijke slachtoffers gebeurd op deze weg. Dus hij moet gewoon veiliger. Het stond altijd bekend en nog wel als de dodenweg. En ik noemde het vaak het karrepad. Het is in de tijd gemaakt voor heel kleine auto's en kleine vrachtauto's. Maar dus niet meer van deze tijd, waarin de weg een belangrijke verkeersader is in West-Friesland, met ruim 10.000 auto's per dag. De weg is te smal en onoverzichtelijk, waardoor er meer dan eens ernstige ongelukken zijn gebeurd met dodelijke afloop. Dan denk je, potverdorie, als je die klerenweg niet een keer aanpakken. Dat gevoel veroorzaakt het bij mij. Iedereen is het erover eens dat de weg aangepast moet worden en gelukkig is de provincie dat ook. Die heeft aangekondigd de weg breder te maken en kruispunten overzichtelijker. Daarbij wordt er een belangrijke knik uit de weg gehaald. Dat is een heel rigoureuze maatregel en dat had ik dus een aantal jaren terug ook niet verwacht dat ze dat echt zouden doen. We hebben er toen wel over gesproken, maar dat vind ik echt, vooruitzien. Vooralsnog lijkt iedereen enthousiast over de aanpassing aan de weg. Dat gaan we wel echt volgen. Wij vinden het wel heel belangrijk deze weg, dus dat het goed, dat die veilig wordt.